jij ook wel eens aan het gamen? Dat je denkt, jemig, moet ik weer kiezen? Of HDR, of 4K, of 144 Hz. En heb je nou nooit het idee van, god, kan het niet gewoon allemaal tegelijk? Nou, de toekomst is nu, het kan tegenwoordig. Want wij hebben hier Aas over de vloer gehad. En check deze monitor. Sowieso, als een monitor zeg maar in het plafond het logo van de company shined, dan weet je sowieso al, je hebt iets vets. Dit is de ROG Swift PG27UQ. Hele mond vol. Mensen wachten hier heel lang op. Maar dit is zeg maar de ultieme monitor. Check ook de verlichting eronder. En dit zeg maar kan alles. Je ziet dat ik nu Assassin's Creed Origins aan het spelen ben. In 4K. Met HDR. 144 Hz. En nou ja, daar hebben we ook eventjes een PC voor geleend. Ik moet het ook wel eventjes kunnen draaien. Vind je niet? Check de PC. Oh, mag ik even wat laten zien aan die PC, Tom? Dat vind ik wel echt heel vet. Ja, ik weet dat je overal bier over maakt. Maar ik ga het toch live doen. Check dit. En je denkt, hier zitten allemaal vette lampen. In, die zitten er ook wel, maar het is gewoon. Oh, het is allemaal een mirage. Het is allemaal nep. Het is de Hans Klok van de PC's. Je denkt, what the fuck, het werkt met spiegeltjes. Net als Hans Klok. Maar goed, terug naar het monitor. Kijk nou, man, hoe ziet deze game er nu uit? Het is echt bizar. Oh, en ik word gelijk. Wacht, ik word aangevallen. Even wachten. Hoppa. Ja, kom zo mee terug. Ah, Camille zit in de fik. Oh, sorry. En voor de mensen die het willen weten, de helderheid van dit scherm is bizar. 1000 nits. Dat is echt, moet je even opzoeken hoor, want het is echt, maar dit is echt bizar. Ik word ondertussen aangevallen door een cheetah of door een hyena. Dit scherm echt te bizar voor woorden. Kijk hoe het eruit spat. Je moet er ook wel een, misschien één voor sparen. €2499, maar dan heb je wel het ultieme scherm. En wij gaan er heel snel mee aan de slag. Dus als je echt alles wil weten over dit monster, kom dan heel snel terug naar gamerset.nl voor de gamerset gear en voor de geschreven review van dit ultieme beeldscherm. Fucking vet.